Patrick van der Meer als reserveruiter dit weekend op de wereldbekerfinale. Maandag pas gebeld, woensdag snel naar Parijs gegaan. Was het wat je ervan had verwacht? Nee, het was niet. Ik had heel graag een beetje beter gereden. Het was in de proef eigenlijk halverwege toen... Ik denk dat hij zijn tong over het bit deed. In ieder geval gebeurde er iets in de aanleuning. En ja, ik kreeg dat eigenlijk onderweg niet meer opgelost. Dus ja, dan moet je zo eigenlijk overleven om nog een beetje de proeven uit te komen. Dus dat was wel echt jammer. Ik had graag beter gereden. Ja, en hoe was het voor jou om zo last minute hierheen te gaan? Deed dat iets voor jouw voorbereiding? Nou, ik had er echt helemaal geen rekening mee gehouden. Ik ben wel vaker reserve geweest en ik ben al vaker op het laatste moment opgeroepen. Maar dan had je er in ieder geval nog rekening mee gehouden. Nu had hij eigenlijk na Indoor-Brabant een beetje vakantie gehad. Dus ik had echt heel weinig gedaan. Dus ik zeg, mag ik over een half uurtje even terugbellen? Want het overviel me wel heel erg. Maar ja, ik denk, hij kent in principe zijn werk. En ik heb nog nooit de wereldbekerfinale gereden. Het is redelijk dichtbij voor ons. Dus ik denk, ik heb eigenlijk niks te verliezen en we gaan er gewoon voor en we gaan het gewoon proberen. Dus ik vind het wel een eer om hier te mogen rijden. Het is een fantastisch concours en je rijdt met de beste van de wereld. Ik had alleen graag een betere proef gereden. Ja, en gisteren tijdens de training heb ik alvast even gekeken. Toen zag het er wel heel erg goed uit. Is hij verder wel in vorm dit weekend? Nou, ik moet zeggen, gisteren leek het eigenlijk het rijden heel goed. En het losrijden, dat ging eigenlijk ook heel erg naar wens. En ik vind het een beetje flauw om het als een excuus te gebruiken. Maar ik denk toch omdat ik de voorbereiding gewoon niet heb gedaan zoals je het eigenlijk normaal gesproken hebt gedaan. Ik heb eigenlijk alleen dinsdag thuis nog een beetje kunnen oefenen voor een wedstrijd. Dat hij toch, omdat hij dan ietsjes langer zeg maar ook een beetje in de houding van de wedstrijd moet blijven en meer oefeningen moet lopen, dat hij daarin toch een beetje spanning heeft opgebouwd. Ik kan het anders eigenlijk niet verklaren waarop het is gebeurd. En ik zal de video nog een keer terugkijken. Maar ik denk, het heeft er zo en zo in meegespeeld.